We hebben naar uw begroting gekeken. Ik heb hier wat cijfers ook voor me liggen. Heeft de redactie goed naar gekeken. Extra geld toe te stoppen natuurlijk in die innovatieve bedrijven en in die start-ups. Maar wat gaan die ondernemers daar precies van merken? Want het klinkt mooi, maar wat gaan ze ervan merken? Nou, wij doen al voor start-ups en voor innovatieve bedrijven in Nederland heel veel. Als je als bedrijf investeert in research en development, je maakt daar loonkosten voor of je maakt er andere kosten voor, krijg je een forse tegemoetkoming van de overheid. Dat mag je een bepaald bedrag aftrekken van het bedrag wat je lastig. Hoe lang is dat, het geval? Wij geven daar ruim een miljard aan uit. We gaan dat combineren, die beide regelingen, dus zowel voor loonkosten als voor andere kosten. En we maken het mogelijk om die aftrek helemaal van de loonheffing te realiseren. En dat betekent dat je ook als je als bedrijf geen winst maakt, dat je toch kunt profiteren van dat belastingvoordeel. En dat is iets waar we het komende jaar. Maar kunt u een voorbeeld geven van een paar bedrijven, want veel bedrijven zeggen zelf, het is natuurlijk nooit genoeg. Het is eigenlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Zeker als je naar die grote ambities kijkt, ja, dat je een grote wereldspeler wil zijn. Kunt u een voorbeeld geven van een bedrijf dat hiervan profiteert? Neem bijvoorbeeld het bedrijf wat iedereen kent, ASML, die 85% van de wereldmarkt van chips producerende machines heeft. Dat bedrijf dat profiteert dus van de mogelijkheid dat je research en development loonkosten af kunt trekken. De andere kosten die kun je aftrekken. En als je uiteindelijk dan op grond van die eigen research en development winst maakt, betaal je geen 25% vennootschapsbelasting, maar 5% vennootschap. Zijn er ook kleine bedrijven die profiteren? Want eigenlijk zijn natuurlijk een grote speler, maar echt kleine bedrijven. Het zijn vooral kleine bedrijven. Kunt u daar voorbeelden van geven? Ja, er zijn veel innovatieve bedrijven die beginnen en die in het begin nog geen winst maken natuurlijk. Maar welke bedrijven dan? Nou, bijvoorbeeld, je hebt een bedrijf wat een uitvloeisel is van Urenco in Almelo. Dat is een bedrijf wat zich met name richt op het maken van hele gespecialiseerde onderdelen met robots. Dat is een bedrijf wat ook begonnen is, heel veel gebruik gemaakt heeft van de ondersteuningsmogelijkheden. Waarom zijn zij eruit gekozen? Want er zullen heel veel bedrijven zijn die zeggen, luister, Jan, mooi dat we dit horen van meneer Kamp, maar het is gek dat wij niet door de selectie zijn gekomen. Oh nee, maar iedereen mag meedoen. Iedereen die research en development doet en loonkosten maakt of andere kosten maakt, die komt voor die regeling in aanmerking. Vindt u dat u genoeg geld hebt? Daar maken wij geen selectie uit. Iedereen die dat dus doet, die krijgt die mogelijkheid. Vindt u dat met de ambitie die u heeft, dat er dus een wereldspeler zijn, ook op dit gebied, dat u voldoende geld tot uw beschikking heeft? Nou, ik vind in ieder geval dat het heel mooi is dat het bedrag van ruim een miljard wat we voor innovatie aftrek, fiscale innovatiefaciliteit beschikbaar hadden, dat dat dit jaar met ruim 100 miljoen is verhoogd. Ik vind het ook heel mooi dat we vanaf 2017 nog eens keer 50 miljoen extra hebben om ook extra aan tech start-ups aandacht te besteden. Dat is iets waar we het in de toekomst. Maar wat is dat extra aandacht aan besteden aan tech start-ups? Want is dat dan één jaartje eventjes wat subsidie, wat extra geld erbij? Nee, of gaat u dat veel langer? Daar is een structureel bedrag voor op de begroting vrijgemaakt. Hoe groot is dat bedrag? Dat is een bedrag van 50 miljoen. En dat is, als je kijkt naar beginnende bedrijven, kun je die 50 miljoen over heel veel bedrijven verdelen. Maar die bedrijven die maken dus al gebruik van de bestaande mogelijkheden. We hebben heel veel mogelijkheden om niet alleen innovatie, maar ook financiering te ondersteunen. We helpen ze met risicokapitaal. We helpen ze als ze door willen groeien. En nu komen daar nog weer extra mogelijkheden bij. U heeft miljoenen, het zouden er veel meer moeten zijn. Het lijkt er wel op als je de begrotingen naast elkaar legt en kijkt wat de verschillende ministers gehad hebben, alsof u weinig gekregen heeft. Alsof het gevecht in de ministerraad, alsof u daar het onderspit heeft moeten delven. Ziet u dat ook zo? Nee, dat ziet u helemaal verkeerd. Het is zo dat het hele bedrag wat wij voor innovatie hadden staan, dat in stand is gebleven, dat de regeling op zichzelf verbeterd is, dat er 100 miljoen, structureel 115 miljoen extra voor die regeling beschikbaar is gekomen, dat er nog eens keer 50 miljoen extra voor start-ups. U vindt het genoeg binnen de bestaande verhoudingen? Ik vind het genoeg binnen het geheel van de Rijksoverheid, waarbij wij ernaar streven om er geen geld uit te gaan geven dat we niet hebben. Ja. Wij brengen onze financiële huishouding op orde en we zorgen dat we innovatie ondersteunen. U bent we zorgen ook dat we financiering ondersteunen. En dat doen we allemaal heel intensief en met ook goed resultaat. Dat begrijp ik. U bent vaker minister geweest. U heeft meer ministersposten bekleed. Dus u weet waarschijnlijk hoe dat spel gaat in die ministerraad. Ja. Hoe gaat dat? Kunt u ons een klein inkijkje geven hoe dat werkt? Want u zegt, ik ben er goed uitgekomen. Ja. U kent de trucs misschien beter dan een beginnend minister. Oh nee, want het zijn geen trucs. Het is geen kwestie van met de vuist op tafel slaan of het heel goed formuleren. Nee, absoluut niet. Want degene waar je mee overlegt, dat is in eerste instantie de minister van Financiën. En daarna overleg je met je collega's in de ministerraad. Maar die collega's, ik heb bijvoorbeeld net zoveel begrip voor onderwijs, OCW, als voor sociale zaken en werkgelegenheid, als voor economische zaken. Het is de club als geheel die moet presteren. En er horen al die onderdelen bij. En voor mijn collega's geldt hetzelfde. Het is niet zo dat ik iets ten koste van hen hoef te bevechten. Zij vinden het ook belangrijk dat innovatie ondersteund wordt en dat de financiering van bedrijven. Dat is een belangrijk verhaal.